Davy, nog eens tussen de palen vandaag. Het was een tijdje geleden. Laten we eens naar de wedstrijd kijken. Eerste helft. Eigenlijk heb je niet zoveel werk gehad, hè? Nee, eerste helft stonden we heel goed en hebben we ook wel het meeste gevaar gecreëerd. Spijtig dat we de kans niet konden afmaken, maar ik denk eerste helft wel een heel goede helft. Presenteerde Karabach zoals je het verwacht had? Allee, ik denk het wel. Ze zijn zeker een goede ploeg. Ze zijn sterk op de tegenaanval, wat ze wel hebben kunnen uitspelen voor de tweede helft. Maar ik denk dat we zeker niet moeten onderdoen. En dat we, als we zoals de eerste helft kunnen spelen in de terugwedstrijd, dat we toch nog wel een kans maken om door te gaan. Tweede helft dan zeer discutabele penalty, maar je pakt hem wel, hè? Ja, ik heb nog niet goed gezien wat er juist gebeurde, maar... Ik heb een beetje geluk erbij, want ik was iets te snel weg, waardoor hij heel de rechterkant in open heeft om te trappen. Maar hij trapt in het midden en ik heb een grote schoenmaat, dus ik kon er nog bij. Geluk, maar toch ook kunde, zou ik zeggen. Hè. Je hebt al eerder bewezen dat je goed penalties kunt pakken. Dan wat later natuurlijk, toch dat tegendoelpunt. Wat ging daar fout? Ja, het begint bij mij. Ik trap half in de grond, denk ik. En, de bal wordt onderschept aan de middenlijn. En ze speelde de counter perfect uit. En, Dus je raakte de bal slecht toen je hem wilde uittrappen? Ik trap hem slecht mee. Ik denk een stuk van het groot van het veld mee. Komt niet waar ik hem had willen trappen. Blijft wel 1-0. Nog een belangrijke redding ook van jou. Hè? Redelijk tegen het einde aan. Op het moment dat mijn terugwedstrijd is, was er nog ook mijn 1-0. Die valt nog wel te spelen als er natuurlijk meer doelpunten tegen doelpunten vallen. Dan wordt het moeilijker, dus we moeten de focus houden ook na die 1-0. En dat we zo goed mogelijk wel proberen te doen. De kleinst mogelijke nederlaag is geen slechte uitgangspositie. Hè? Al bij al voor die terugwedstrijd. Oké, het is beter als je gelijk speelt of wint natuurlijk, dat is logisch. Maar toch? Ja, ik denk dat we een gelijkspel verdienen, maar het is nu zo. En, we gaan er alles aan doen om in de terugwedstrijd met de supporters thuis het om te draaien. Het kan nog. Laat ons dat onthouden. Dankjewel.